Oké, goedemorgen kijkers, visstekje.nl. Welkom bij deze nieuwe video. Voordat we verder gaan, zou het tof zijn als jullie even een duimpje omhoog doen en een reactie achterlaten. Daardoor groeit het kanaal sneller en motiveert het ons, mij, enorm om toffe video's te blijven maken. Dus even een duimpje omhoog, een korte reactie onder deze video. En dan gaan we na het korte introotje verder met een iets andere video dan jullie normaal van mij gewend zijn. Maar goed, dat zien jullie zo. En hij zit erin. Oké, jongens. In deze video is het een beetje storytime. En storytime houdt in dat ik jullie mee ga nemen naar een aantal sessies van de afgelopen periode. En niet alleen maar sessies waar alles perfect en soepeltjes verliep. Maar ook gewoon sessies waarin ik fout heb gemaakt, zodat jullie daarvan kunnen leren. Ik denk dat het de laatste tijd voor heel veel mensen heel taai is geweest, zeker met de oostenwind. De koude temperaturen, de gigantische hoge luchtdruk. Ik zelf ook, ik heb 9 keer op een rij geblinkt voordat ik eindelijk weer een visje ving. Dat hebben jullie gezien in de vorige video. De sessie met het familieweekend heb ik geblinkt. Ik heb 3 nachten op het kanaal gevist, geblinkt. Meerdere voerstekken die ik had aangevoerd werden in het paasweekend ingenomen door andere vissers. Sommigen die daar totaal niets van aan konden doen hoor. Die kwamen uit Duitsland en uit een hele andere regio, dus die wisten dat niet. Maar goed, de afgelopen weken was het dus enorm taai. En dan ineens komt het moment dat het wel weer begint te lopen. Terwijl je misschien niet eens zo heel veel anders doet. Of misschien juist wel. En in mijn geval, in mijn visserij, hield dat in dat ik... Ik ben helemaal gestopt met het voeren. Ik heb de aantrekkelijke stekjes voor karpers afgevist. Heel nauwkeurig. En daar kom ik zo nog even op. Met gewoon single hookbait. En ik wil jullie even meenemen in dat laatste stukje van de visserij. Dat voor heel veel mensen toch misschien wel heel bizar lijkt om gewoon op een water aan te komen. Van een hectare of 17. En dan 3 hengels in te knallen. Met alleen een pop-upje, een stukje haakaas eraan. En dan... maar afwachten totdat die afloopt. En toch jongens, is dat hetgeen geweest wat ervoor zorgde dat ik de afgelopen week tijdens 3 ochtendjes vissen succesvol was. Ik heb het wel al eerder laten zien in mijn video's dat ik toch altijd wel een assortimentje pop-ups bij me heb. In dit geval geel en oranje. Het water waar ik nu even wat beelden van ga laten zien zometeen. Dat zijn allemaal vissen die kwamen op gele pop-ups, strak tegen obstakels gevist, single hookbait, niets bijgevoerd. Ik heb 1 keer de fout gemaakt nadat ik binnen 10 minuten bait kreeg om de hengel weer strak in te gooien en de voer op te leggen. En de stek was gelijk helemaal dood, dus dat was ook niet de bedoeling. En dan blijkt je maar dat ze toch in deze periode soms, niet op elk water hoor. Sommige knallen leveren gewoon goed vis op als je blijft voeren in deze periode. Stromende dingen. Sommige zandplassen waar veel wordt gevist, veel wordt bijgevoerd. Merk je gewoon dat de vangsten in deze periode echt naar beneden knallen. Terwijl het in de winter best nog heel goed kan zijn. Mijn systeempjes voor deze afgelopen periode. En dan ga ik jullie de eerste vangst even laten zien. Even kijken of ik de goede richtbox heb. Yes. Dit is een goed onderlijntje. Omdat het water waar ik vis, iedereen veel met shots vis. Ronnie richtjes zijn enorm populair. Ben ik daar niet zo ver van. Nooit geweest trouwens met de Ronnie rig. Vis ik met een hinge tiff rig. Nou, dat weten jullie, dat is mijn favoriete rig. Inhakingen op alle 3 vissen was gewoon nagenoeg perfect. Het heeft wel even geduurd om dit perfect te krijgen. Ik vind de hinge tiff rig kan soms nog wel eens heel willekeurig inhaken. Maar als je een paar kleine dingetjes verbetert, fine-tuned, dan is dat geen probleem. En de eerste is eigenlijk dat ik ben teruggegaan naar de eerste versie van Terry Hearn. Alle eer en alle credits voor hem natuurlijk. De eerste versie van hun had ook een soepele hair. Dus ik ben teruggegaan naar een soepele hair. En dat heeft als voordeel dat je boiling dus een stukje verder terug kan, waardoor de haak meer ruimte krijgt om op de juiste plek in te haken. Daarnaast heb je het shot gedeelte
en ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, is gemaakt van dubbel doorgehaald chopmateriaal. Dus zodat hij echt super stijf is. Kijk, echt super stijf. Dus gewoon, je maakt er bijna een bandhoek van, maar dan wel op een veilige manier. En dan vervolgens op het knoopje, zodat hij niet kan bewegen, alleen op de ring, heb ik de hoeveelheid putty die nodig is om de pop-up te laten zinken. En nou komt het belangrijke. Voor het lusje zit bijna nog 1 gram putty. En dat is ervoor om die haak tijdens het opzuigen naar beneden te houden, zodat hij echt deze werking krijgt. En de inhakingen zijn nagenoeg allemaal perfect. Oké, jongens. Even over stekkeuze. Afgelopen maandag viste ik dus een sessie vanaf 6 uur. Ik was aan het water. En ik ben aan het zoeken geweest tegen de obstakels. En het bleek wel heel gauw dat ik heel diep en heel strak onder de obstakels moest vissen. Met mijn Polaroid bril kon ik de vissen af en toe voorbij zien komen. Maar ze zwommen tegen de houten paaltjes daar zwommen ze zo strak tegenaan. Dat het gewoon noodzaak was om de hengel op de lijnclip de eerste worp te maken. En dan bijstellen. Totdat ik ongeveer 15 tot 20 centimeter van de paaltjes af lag. Ja, soms blijkbaar is het noodzakelijk. Ik had even geen voerboot. Anders kun je met de voerboot natuurlijk hem heel strak er tegen wegleggen. Maar dat werkt in dit geval niet. Dus werpen, redelijk licht loodje. Ik denk een 2,5, 3 ounce. Op de lijnclip. Distance sticks, strak afwerpen, strak tegenaan. En ik denk dat de eerste aanbeet, nadat ik de hengel echt naar mijn zin had gepositioneerd, kwam binnen 10 minuten op dat plekje. En die beelden gaan jullie nu even zien. Zojuist een hengeltje verplaatst en met een geel pop-upje, Excel Pro'tje. En binnen 10 minuten loopt die gewoon keihard af. Kijk eens wat een schitterende vis hier op de mat ligt. Echt een mooie valkswaardspiegel die hier in 1999 zijn uitgezet. Volgens mij had ik hem vorig jaar ook, dezelfde vis. Maar echt super blij mee, super sterk. Nou, daar komt hij, jongens. Nou. Wat een schitterende vis, jongens. Super sterk. Hij ging er echt keihard vandoor. En ik moest echt moeite doen om hem uit de takken te houden. Ondanks dat ik locked op viste, ging hij echt super hard. En hij kwam er net niet onder. Maar goed, ik moest keihard blokken. Aan de andere kant heeft hij een klein wondje. Dat is een beetje jammer. Maar hij is echt super gaaf. Ik ga hem gauw terugzetten zo. Even een paar fotootjes. En dan mag je zwemmen. Natuurlijk super blij met deze vis. En zo zie je maar dus, de luchtdruk was nog 1029 op dit moment. De wind kwam uit het oosten, 's nachts was het nog steeds erg koud. Maar die vissen lagen dus al heel erg ondiep onder de obstakels. Maar ze kwamen er ook niet echt uit. Ze waren met de drone heen en weer aan het vliegen geweest. En ik zag geen vis op open water bovenin. Je zag ze af en toe voorzichtig om en rond de obstakels zwemmen. Dus het was echt een zaak om strak tegen de obstakels te zwemmen. En zo zien we dat in deze periode locatie heel erg belangrijk is. En daarnaast heb ik het idee dat vooral in deze tijd van het jaar een gele visuele prikkel erg goed werkt. Of het nu een stukje fake mais is, een gele pop-up, een gele boilie. Ik weet niet wat het is met geel. Maar op een of andere manier in deze periode blijkt geel het dus erg goed te doen. En dat leg ik jullie ook nog uit bij de vangst van de tweede vis. Dat gaan jullie nu zien. De tweede vis was weer een vis die binnen 10 minuten kwam. Dat was de dag nadat ik
die vis ving op de andere... twee dagen nadat ik die andere vis ving. Ik wou weer op dezelfde stek zitten. Er zat iemand. Die had een nachtje daar gezeten. Nou, dat kan gebeuren. Zwaar bevist water. Dus ben ik doorgelopen naar een andere stek. Hengel ingegooid. Strak en strak. Met heel veel mazzel. De eerste worp kwam precies de eerste keer gelijk goed terecht. En ik was daar echt super blij mee. En hij liep ook binnen 5 minuten af. En dat was een monsterachtige grote zeelte. En ik heb het even niet gefilmd, want ik was helemaal nog niet voorbereid. Dus een klein stukje met mijn telefoon. Dat gaan jullie nu zien. Die hengel moest dus weer op zijn plek. En ik denk dat de tweede worp met nog veel meer mazzel nog strakker op zijn plek kwam. Ik had hem nog niet geklipt, dus het was nog een beetje aftasten. Maar hij kwam echt sporrend terecht. Hij kwam echt, ik denk, misschien zelfs wel een stukje onder de takken terecht, omdat het lood altijd een beetje doorschiet. En ik heb de hengel op de steunen gelegd, slip helemaal dichtgezet. Ik vis natuurlijk locked up tegen dit soort obstakels. En hij ging binnen 5 minuten, jongens. En dat was deze schitterende vis, die ga ik jullie nu even laten zien. Nou, goedemorgen jongens. Wat een begin. Even kijken of de afstandsbediening het goed opneemt. Ik denk binnen 10 minuten een aanbeet. Net de derde hengel erin. En weer een prachtige oude valkswaardspiegel. Die er vandoor ging met een 1 stufrichtje en een Exo Pro pophipje. Knettergeel. Netter attractief. Ja. Vervolgens kwam er een tweede aanbieder achteraan, die schoot gelijk los, helaas. Super mooie vissen, jongens. Er zit nog een stukje lijn aan zelfs. Zullen we eens even kijken waar dat naartoe gaat. Mannetje zit al helemaal vol met hond. Dat scheidt hij allemaal uit. Kijk eens wat dat vis, jongens. Nee, ga zorgen dat mijn hengeltjes erin komen. Even een paar fotootjes. En dan gaat hij lekker terug. Oké, jongens. Even heel kort de montage waarmee ik vis bij dit soort plekken. Als het echt erop aankomt dat het... dat is de wind. Dat er echt stijf bij de obstakels moet worden gevist, dan is er maar één systeem wat mij betreft, wat echt 100% vis, nou ja, 100% visveilig, relatief visveilig is. En dat is het vissen met een leadertje, met daarop een no trace bead. En wat er dan gebeurt op het moment dat je lijnbreuk krijgt, hup, nou ja, nou komt hij natuurlijk niet. Dat zul je dan net zien. Maar deze bead kan heel gemakkelijk hup, eraf schuiven op het moment dat die vis met zijn kop scheurt. En dan komt de ringswivel er overheen en die kan zelfs over de knoop van je voorslag in je leader. En dit, jongens, is de enige visveilige manier bij obstakels. Het is even wennen misschien voor sommigen om over te stappen van inline load naar een helikoptersysteem. Maar echt waar, met een zware vloeikarbonlijn die helemaal afgezonken is of een zinkende gevlochten lijn, moet je echt niks in aan. Inhaking en directheid. Dus no trace beach, Corda. 100% visveilig als het echt erop aankomt. Meer haakjes even plat knijpen natuurlijk. Een klein puntje overblijft. Scherp haakje. In dit geval vis ik met mijn vertrouwde hinge stiffrig. Wat mij betreft de enige pop-up rig die relatief veilig is in te zetten bij de samen met de multirig. Misschien wel een vergelijkbare werking. Chorries, Ronnie rigs, Spinner rigs. Zijn allemaal rigs die ik persoonlijk zelf niet in zou zetten. Er zijn sommige mensen die het wel vol vertrouwen doen. En ook goede inhaking hebben. Ik ben 2 keer op mijn bek gegaan. Ik doe het niet. Nogmaals, dat is ook een beetje een kwestie van vertrouwen misschien. Ik ga even zorgen dat mijn lijntjes opnieuw erin komen. Een beetje gezeur met meerkoetjes en wat brazen. En wat zeelt. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Lijntjes gaan even opnieuw in. Dus visveilig, 100% zeker weten, helikoptersysteem eraan knopen. Zelfs die inline en perfecte beats of safety clips. Het knoop
stukje van je lier blijft gauw hangen, dan zul je al gewoon met 4500ste hoofdlijn moeten vissen en geen lieders erop zetten. Dat is dan de enige methode, denk ik. Maar goed, ik ga even zorgen dat mijn lijnen erin komen. De volgende dag ben ik dus gelijk weer naar de stek gegaan. En de stek waar ik de eerste vis ving, was vrij. Dus ik ben daar gaan zitten. Ik had afstanden netjes in mijn boekje geschreven met de bangsticks, distance stick heb ik nog niet. Dus de worpen kwamen alle drie gelijk op hun plekje terecht. Maar het bleef stil. Het bleef erg stil. En als je nagaat dat de eerste twee vissen allebei binnen 10 minuten kwamen. Na een uurtje was er nog steeds niets gebeurd. Terwijl ik wel activiteit zag van witvis. Ik zag een paar keer brasem en wat vondjes en wat andere kleins grut op het andere hoekje spartelen en doen. Terwijl het aan mijn kant erg rustig was. Ik denk van ja, weet je, ik zit hier helemaal niet lekker. Dus ik heb hengels binnengedraaid, op de trolley gelegd. Gewoon niet eens ingepakt of in de voederhal gestopt. Tijd is essentieel in deze kwesties. Ik wou zo snel mogelijk van kaas. Dus ik heb alles op mijn trolley gepleurd. Ik ben heen gelopen, hengeltjes ingegooid. En geloof het of niet, binnen 5 minuten liep de hengel af. Die ik deze keer wel strak onder de bosjes had gepositioneerd door middel van de lijnclip. En het was een oersterke spiegel. Op het moment dat ik de aanbeet kreeg en de hengel oppakte, leek het even of ik gewoon vast zat aan de bodem. En toen kwam hij heel langzaam op gang en wou hij dieper onder de takken. Je moest echt alles op alles zetten om hem eronder weg te krijgen. En mijn goede vriend van mij, Raymond, die belde al en die stuurde een appje. Waarom neem je niet op? Waarom neem je niet op? Ja, ik stond met een kromme hengel. Dus tussendoor even gauw een kort filmpje voor hem gemaakt. Om hem uit te nodigen om de vis te komen fotograferen. En dat zien jullie nu even, gauw tussendoor. Maar dan bewaar ik hem even voor je. Dan kun je hem ook een keertje zien. Dus ga ik me even focussen nu, want hij is loei en loei sterk. Dus zie je zo. Anyway, de vis heeft dus ik denk een uurtje in de sling gezeten, anderhalf. En kwam Raymond om de foto's te maken en we zouden hem even wegen. Maar ja, Raymond's eerste keer met deze camera. En ik was meer bezig met de camera. Dus uiteindelijk hebben we de vis niet gewogen. Het was een schitterende vis. Ik schat zo tussen de 11 en de 13 kilo. Geen idee. Misschien zijn er mensen die hem hebben gevangen in het verleden, die veel op het water vissen, die hem herkennen en even een reactie achterlaten. Nou, hij is een beetje rustig nu. Een kilootje of 12, ik heb hem nog niet gewogen, dat gaan we zo even doen. Even een paar foto's maken en de andere kant op filmen en dan gaat hij lekker terug. Een super mooi visje. Loopt lekker. Gaan we zo terugzetten. Nou, doen we even zo. Ga ik hem mee op die camera instellen voor de foto's. Het was gewoon ineens liep het weer ouderwets lekker en ik denk dat zeker in deze periode van het jaar, als het heel moeilijk is, als je te maken hebt met hoge luchtdruk, dan is natuurlijk zich vissen een manier om te vissen. Maar als ze zo strak tegen de obstakels liggen en het water is een half metertje tot een meter diep waar je vist, dan heeft het vissen met de zich geen zin. En dan is de methode van het vissen met single hookbaits, zeker gepimpte hoekbeets die super attractief zijn qua kleur, smaak en geur. Misschien wel de methode om gewoon de vissen toch te verleiden dat ze het aas opnemen. En dat ging in dit geval gewoon heel erg goed. En zorg ook dat je gewoon meerdere kleuren, pop-ups en aasjes bij je hebt. Het kan zijn dat op mijn water geel heel erg goed is. Maar ik ken ook wateren waar als ik daar met geel vis, dan weet ik bijna zeker dat de vissen daar niet op reageren. Om wat voor reden dan ook is roze, wit en oranje daar gewoon, zijn roze, wit en oranje daar de kleuren om mee
aan de slag te gaan. Ja jongens, ondertussen zit ik weer een beetje in het oude ritme. Ik heb mijn oude stek hier in de haven weer aangevoerd. Nu 4 dagen, een week lang gevoerd. 4 sessies gevist. Nog niet 1 brazem, zeelt of een teken van leven gehad op deze stek. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet niet of er een boot is geweest die toevallig een chemisch toilet heeft gelegen, waardoor de stek verpest is. Ik heb echt werkelijk geen idee. Ik zie af en toe wel wat visjes bewegen her en der. Karpen springen heb ik ook nog niet echt gezien. Dus het loopt nog niet als van oud. Er zijn wel stekjes hier die wel af en toe her en der een visje opleveren. Maar ik ben bang dat dit de laatste keer is op deze stek. Maar goed, we gaan het zien jongens. Dat is voer voor een andere video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Ben je nog geen abonnee? Abonneer dan even op ons YouTube kanaal. Bezoek ook eens onze website www.visstekje.nl. We hebben een super gave winactie. En dan zie ik jullie in de volgende video jongens. En meisjes. Ciao.